was Ryan Shaw met It Gets Better. Je luistert naar Playground Live op Ground FM. En zometeen kun je gaan luisteren naar The Driftin' Blues. Hier tegenover mij zitten nu twee andere bandleden. We hebben de broertjes van Bentham, beter bekend als de Bentham Bros, hebben we er net gehad. En nu zit bassist Jordi en rhythmgitarist Emma tegenover mij. Ja, en we hadden het net al over Jordi is vandaag jarig. Ja. Wat leuk. En je bent nou eindelijk voor de wet volwassen? Ja. Ja, 18 geworden? Ik ben 18 geworden. Oké, nee, dan ben je voor de wet volwassen. Want ik ben 21 en nog steeds niet volwassen. Maar dat houdt de spirit er een beetje in. En ik heb begrepen, Emma die zit niet fulltime bij de band, maar parttime. Ja, dat klopt. Die komt af en toe eens binnen waaien en die speelt een riedeltje mee en die gaat dan weer naar huis en andere dingen doen. Of hoe zit de vork in de steel? Of is dat een geheim? Hoe werkt dat? Eddie is een van mijn beste vrienden en die vroeg van, join je een keertje. Ik vroeg, is goed, dus bij deze. Van het een komt het ander en wie weet zit je binnenkort wel fulltime in de band. Misschien. Als je dan toch op tour gaat naar Mississippi natuurlijk. Als je nou helemaal thuis wil komen in de blues ga je naar Mississippi. Nou, tenminste als je naar de oldschool blues op zoek bent. Maar goed, ja, ik vroeg me af, want dat vind ik dan razend interessant om te weten. Op wat voor instrumenten, merk en zo spelen jullie? Want ik zag natuurlijk wel een Pearl drumstel staan. Nou ja, dat spreekt voor mij niet meer dan voor zich. Als je goed drumstel wil, dan koop je er een van Pearl. Maar Bas, Bas, ja. Jordi van de Bas. Ik speel nu op een Fender Bas. Nou, kijk eens aan. Niet van mezelf, is van mijn oom. Ik speel zelf niet zo lang nog op een instrument, maar ja, de bas gaat wel redelijk goed af nog. Dus dat, Nou ja, je moet een goed gevoel voor ritme hebben en de fretjes weten te vinden, dan ja. Ben je al een heel ent, hè. Het is een jazz bass? Short scale. Een short scale, ja, ik dacht jazz bass, want als je het over een Fender bas hebt, dan heeft 99 van de 100 ja. Heb je kans. Ja, die hebben een jazz bass, maar dat gaat helaas nu niet op. En Emma, ik hoorde zojuist dat jij een extreem lichte gitaar hebt. Ja, dat klopt. Het is een... Ik heb een vintage en dan het Peter Green model. Kijk aan, ja. Ik zat heel even te denken, misschien is het een Luna bas. Dat is zo'n merk, Luna gitaar. Speciaal voor vrouwen gemaakt met een extra dunne hals en ze zijn extreem licht. Nou, zo slap ik nou ook weer niet. Oké, nee, maar ja, je hebt dan natuurlijk ook nog Daisy Rock. Die maken ook voor dames speciaal gitaren. En dan is de kast in de vorm van een bloemetje of van een hartje. Het is... Leuk, ja. Zo erg is het niet. Ik join gewoon die hard met de mannen mee. Maakt me allemaal niks uit. Kijk eens aan, je wordt langzamerhand zelf ook een vent. Ja. Precies. Oké, nou dat... goed. Ik heb het er net al aan de gebroeders Bentham ook gevraagd. Jullie gaan zo meteen hier een knallend optreden neerzetten. Hoe zien we het zelf voor je? Hebben jullie echt verrassingen of wat jullie hier vandaag gaan horen, mensen die allemaal de Ground FM luisteren, dit wordt heel ziek, want dit heb je nog nooit gehoord. Wat is jullie vernieuwende factor? Want ik weet het al, want ik heb het net al gehoord, maar nou vraag ik het aan jullie. Oei, als het allemaal gaat zoals de repetities, moet het wel heel goed komen. We hebben veel geoefend wel, geloof ik. Nou, het gaat gewoon een knallend feest worden, jongens. Een knallend feest. Nou ja, daar kijk ik alvast naar. Maar ik had begrepen dat jullie een beetje het beste van de nieuwere en het beste van de oudere blues nemen. Dat bij elkaar gooien, er een leuk balletje van maken. Dat met een degenroller uitrollen. En dan heb je muziek. Ja, dat is waar. Metaforisch gesproken natuurlijk. Al met al. En dat wordt dus helemaal het. Jullie zijn er ook helemaal klaar voor en... Ik wel. Ik ben helemaal pumped and ready. Pumped and ready. Nou ja, dat zolang dat niet betekent dat je straks van de LSD staat of dergelijke, dan geloof ik er inderdaad wel in dat het goed komt. Want raar. Dan stel ik voor dat we nog eventjes naar een lekker nummertje gaan luisteren. En dan dat jullie over een half uur... over een half uur gaan optreden. Dus ik denk dat we zo meteen nog heel even bij jullie terug zijn met... hoeveel bandleden hebben we nou gehad? We hebben er nou 4 gehad en er zijn er... 4. Echt waar, joh? Ja. Ik zou echt zweren dat ik de hele tijd een stuk of 6 bandleden rond zie lopen. En dan tel ik de waarde niet mee. En Wout... Goed, ik moet vroeg naar bed. We gaan nu luisteren naar Can't Find My Way Home van Blind Faith. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Ground FM.